Welkom bij de allereerste uitzending van Start voor Series Request. Hierin ga ik naar zoveel mogelijk acties in de buurt voor 3FM Series Request. Maar voordat ik al die acties langs ga, moeten we natuurlijk wel eerst weten wat 3FM Series Request nou precies inhoudt. 3FM Series Request is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender NPO 3FM, waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van het Nederlandse Rode Kruis. Drie DJ's zijn 6 dagen lang opgesloten in het glazen huis en eten gedurende die periode niet. Tegelijkertijd draaien ze dag en nacht in ruil voor een donatie voor zoeknummers voor luisteraars. Dit jaar staat het glazen huis in het zuiden van het land, namelijk op het Pancratiusplein in Heerlen. Hier zullen de DJ's Giel Beelen, Paul Rabbering en Domien Verschuren zich laten opsluiten van 18 tot en met 24 december om geld op te halen voor het Rode Kruis. Elk jaar staat een bepaalde stille ramp centraal waar er geld voor wordt opgehaald. Om hierover meer te weten te komen, sprak ik met René Kuijer, voorzitter van het Rode Kruis Zuid-Limburg. Hoe wordt elk jaar het thema gekozen van Series Request? Nou, het Series Request thema wordt jaarlijks gekozen middels een vaste weg eigenlijk. En dat is eigenlijk dat het Rode Kruis heeft in alle landen in de wereld vertegenwoordigers en waarnemers kun je eigenlijk stellen. Die continu, met name in conflictgebieden en oorlogsgebieden, de situatie in de gaten houden. Daar waar zij stille rampen constateren, worden die zeg maar genotuleerd en vervolgens ook doorgegeven aan het hoofdkantoor in Genève. Nou, Genève verzamelt dat, maakt daar een list van, een totaallijst. En deze wordt doorgegeven aan het Nederlands Rode Kruis. En deze maakt er weer een top 5 van. Van die lijst. En die top 5 wordt doorgegeven aan 3FM. En 3FM zorgt ervoor dat zij een keuze maken uit deze 5 en haalt er weer een top 3 uit. En deze top 3 wordt uitgewerkt door het Nederlands Rode Kruis. En uiteindelijk bepaalt 3FM wat het thema van het jaar gaat worden. Het thema van dit jaar is de toekomstgeneratie, de generatie van de toekomst. De next generation, zoals we dat mooi noemen. Dat houdt in feite in dat gekeken is geworden zeg maar, naar met name de jongeren en jeugd in conflict- en oorlogslanden. Die op dit moment, en dat zijn er toch 50 miljoen als je over die landen praat. Dan hebben we met name zeg maar, over Syrië, over de Centrale Republiek Afrika, Congo en Zuid-Soedan. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke gebieden op dit moment. Waarom is juist dit thema ten opzichte van andere thema's van zo'n groot belang? Nou, omdat dit is een van de stille rampen. Hè? En waarom kijk je nou naar deze stille ramp? Het heeft met de toekomst te maken. En als je praat over 50 miljoen kinderen in zulke landen, dan praat je eigenlijk over iets wat mogelijkwijs een generatie verloren gaat. Die niet in staat is zeg maar, om opleidingen te volgen. Om daarmee zeg maar, voor hun eigen toekomst zorg te dragen en daarmee ook een toekomst van een land zorg te dragen. En je kunt je voorstellen op momenten dat dat niet gebeurt en daar komt een situatie. In die situatie gaat er ongetwijfeld komen dat de oorlog voorbij zal zijn, dat conflicten opgelost zijn. Dan moet dat land weer heropgebouwd worden. En daar heb je juist deze jeugd en jongeren voor nodig. Kinderen zijn ook vaak getraumatiseerd door wat er gebeurt in oorlogsgebieden. Hoe kan het Rode Kruis die bepaalde kinderen helpen? Dat is een hele goede vraag. Het is natuurlijk zo dat deze kinderen getraumatiseerd zijn als gevolg van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Je moet je voorstellen, heel veel kinderen hebben hun huis en haard moeten verlaten. Hun ouders verloren hebben. Zijn onderweg gegaan naar een nieuwe, veilige situatie. Worden ook op een gegeven moment opgevangen. Maar onderweg en datgene wat ze allemaal hebben meegemaakt heeft hen enorm getraumatiseerd. En daarin juist geeft het Rode Kruis hulp. Hè. Psychologische hulp, psychosociale hulp. En je moet daarbij denken, als je praat over kinderen en jeugd, dat gebeurt via muziek, dat gebeurt zeg maar, via handarbeid. Om daarmee een stukje verwerking te geven, zodat hun leed en hun trauma een plaats kan geven zeg maar, in hun leven. En als dat zover is, dan kun je ook weer gaan bouwen aan de toekomst. De actie gaat over jongeren en kinderen in oorlogsgebieden. Maar hoe worden kinderen hier in Nederland op de hoogte gebracht van de situatie van de kinderen in oorlogsgebieden? Het Rode Kruis heeft daar zeg maar een hele groep vrijwilligers voor opgeleid. Lespakketten zijn ontwikkeld geworden. Deze vrijwilligers gaan aan de hand van deze lespakketten op vraag van de scholen gaan ze naar de scholen toe.
Afhankelijk zeg maar, van welke leerlingen ervoor zijn, is er een lespakket. En dat gebeurt veelal zeg maar, op een hele speelse wijze, wordt uitleg gegeven aan een stille ramp. Er is bijvoorbeeld een spel, en dat is op de lagere school wordt dat met name wordt dat uitgelegd, middels een bingo. Op deze manier wordt zeg maar, via een heel speelse manier inhoud gegeven aan een stille ramp, waardoor het voor die kinderen duidelijk wordt. En daarmee ook zeg maar, hun het gevoel gaan krijgen van ik moet hier wat voor gaan doen, ik moet in actie gaan komen. En dat is ook precies wat de komende uitzendingen in beeld gaan brengen. De acties voor Serious Request. In de volgende aflevering ga ik namelijk bij Acties in de Buurt langs met onder andere in huiskamerconcert van Niels Sievers en het glazen huis van het CIO's in Sittard. Graag tot de volgende keer bij een nieuwe editie van Start voor Serious Request.